is een freaky oefening, hè? Heel leuk. Ja, die heeft fun. Wil je doen? Ja. Dus interessante ervaringen krijg je ervan, hè? Wie had soms dat je geen antwoord kon vinden? Of dat het eens kon, hoor. Dat het wat langer duurde voordat het antwoord kwam dit keer. Ja. Dus wat veroorzaakt denken? Mag ik even jullie aandacht naar voren? Wat veroorzaakt denken? Vragen, verwachten. Juist, dat is het. Vragen veroorzaakt denken. Elke vraag veroorzaakt denken. En je merkte dat je soms meer tijd nodig had om het antwoord te vinden. Dus de reis naar het vinden van het antwoord is de reactie die je hebt op de vraag. Wow. De reis naar het vinden van je antwoord? Dat is de vraag. Is de reactie die je hebt? Op de vraag. Dat is wat een vraag doet. Het activeert gedachtegangen. Wat is de vraag die je kunt stellen, zodat je je gesprekspartner exact door de gedachtegang laat lopen die jij wenst? Dat is een goede vraag. Ja, dat kan ook wel zijn. Dus denk, praktiseer deze vraag. Wat is de vraag die jij kunt stellen aan je gesprekspartner, zodat hij of zij exact door de gangen begint te lopen die jij wenst? Weerstand. Wil je weerstand oproepen? Nou ja, ik merk dat ik ook gewoon goede antwoorden wil geven. En daar krijg je weerstand van. En dat lukt me niet. En dan... Hoi. Voor mij is dat. Hoe weet je dat te doen? Geprogrammeerd brein. Okay. Wie ben je niet dat voorbij de weerstand is? De weerstand zelf. De weerstand zelf. Wat kun je doen wanneer je de weerstand zelf bent? Voorbij de weerstand. Voorbij de weerstand. Dus een vraag creëert denken. En wanneer je langer nodig had om het antwoord te vinden, creëren we wat we noemen in conversationele hypnose een transderivationele zoektocht. Dat is een mooi woord voor Scrabble. Het betekent, het brein is bezig de informatie te vinden. Basically het antwoord op je vraag. Dat is een transderivationele zoektocht. Het brein gaat in een trance. Het brein gaat in een leerstaat. Transderivationele zoektocht. Voor je neus. Wie had op een bepaalde vraag dat je zei, ik heb geen idee? Nee, die antwoord heb ik niet gegeven, maar ik heb wel... Wie is nog steeds bezig met het vinden van een bepaald antwoord? Was je vergeten dat je nog niet het antwoord had? Nee. Was je niet vergeten? Oké, dat is interessant, hè? Dus dat doen we ook in een open loop. Een open loop. En dus het loopt, maar hij is open. Hij is niet gesloten. En dat is het beste wanneer je wilt leren. Dus leren betekent, ik zoek een bepaald antwoord. Ik ga naar de bibliotheek om een antwoord te vinden. Ik zoek een boek. Ik ga een opleiding doen. Dus je hebt een bepaalde vraag waar je een antwoord op zoekt. En in het vinden van het antwoord ben je aan het leren. Dus op het moment dat je het antwoord hebt, stopt het leerproces, tussen aanhalingstekens. De transderivationele zoektocht is dan over. Dus daarom, in mijn opleidingen, geef je soms een wedervraag, waardoor er een nieuwe loop opent. Want het brein wil informatie plaatsen en lokaliseren. Maar wanneer dat gebeurt, stopt het leerproces. Dus wat Milton Erickson deed, wie kent Milton Erickson?
bijna iedereen. Wilton Erickson is de vader van de hypnotherapie. Die is ook de vader van conversationele hypnose. Dus wanneer een cliënt een probleem had, begon hij zich af te vragen, waar denkt mijn cliënt niet aan dat de oplossing is van zijn probleem? En die begon een verhaal te vertellen waarin de oplossing van het probleem van zijn cliënt zit, zonder het expliciet te maken. Zonder het expliciet te maken. Omdat hij niet de analytische geest aan boord wilde hebben, maar werkte met het onbewuste. Begint te leren over hoe jij met taal de aandacht kunt sturen van je gesprekspartner naar bijvoorbeeld een oplossing.